Hallo allemaal, jullie zien hier drie Tangle Toys. Deze twee zijn nieuw en deze is een oude. En ik ga jullie even iets laten zien, want ik zei bij de review van deze dat ik dacht dat het misschien wel los zou gaan laten, de stof die er overheen zit. En zoals je ziet, die is op een aantal plekken, hier bij het geel ook bijvoorbeeld, en hier bij het lichtblauw ook, en hier nog een keer, is hij inderdaad los gaan laten. Hij draait nog steeds heel prettig, dit kan je er goed mee doen, en het werkt. Je kan, wat hebben jullie me verteld, dit losmaken, dat gaat ook heel makkelijk bij deze. En wij gaan nu kijken naar deze twee. Die zijn ook van het merk Tangle, dus van dezelfde maker. Deze is €5,95. En deze is €6,10. Deze is glow in the dark en blacklight. Dus dat lijkt mij wel gewoon speciaal om dat te zien. Deze heeft echt een soort rubber texture ding erop zitten. En even kijken. Oh, hij is al los. Nee, dat betekent alleen maar goed. Kijken zo. Hij voelt wel heel anders. Hij voelt echt stroef. Dus daar moet je wel van houden. Dus het is echt ja, van dat soort stroef rubber. Die nopjes, die kan ik me voorstellen dat sommige mensen het wel heel fijn van vinden. Ik weet niet of ik dit heel fijn vind. Hij draait wat minder soepel dan deze. Deze draait makkelijker, maar deze draait misschien makkelijker. Omdat hij wat minder weerstand in je handen heeft. Dus ik weet het niet. Dit is, even kijken, ik maak dit open. Wat zeggen ze hierbij? Kan je dat zo zien? Ja, dat kan je zo zien. Je kan hem gewoon ronddraaien, mee spelen, je kan hem loshalen, je kan hem weer opnieuw in elkaar zetten. En er staat hier, makes you happy. Ik word hier blij van, schijnt. En ik help me met stoppen met roken. Nou, ik rook niet, ik heb ook nooit gerookt, dus dat zal het niet zijn. Maar ja, even kijken, nou, als ik hem zo door mijn hand heen haal, wat zij zeggen. Ik hou niet zo van die rubber textuur die dit ding heeft. Gewoon van het gevoel dat hij heeft. Het voelt een beetje als zo'n baby speeltje van vroeger, van die voor kleine kinderen. En ik weet niet, ik wil niet zeggen dat het onwijs relaxed voelt. Maar oké, ik doe hem eventjes zo. Ik doe hem alleen maar hierin, zodat we weten dat dit diegene is van €5,95. Ja, de Relax DNA Therapy. Oké, dat is één. Nu gaan we naar deze toe. En voor deze ga ik straks even de camera een beetje herdoen. Want ik heb namelijk een blacklight lamp. En deze werkt dus met blacklight, staat hier. En night glow en day glow. Nou, ik heb geen idee wat Dayglow is. Je kan hier van alles mee doen. DNA reacts differently under different lighting conditions. Onder het licht reageert hij anders. Dayglow, glow in the dark, glows under black light. Nou, can you photograph the different lighting conditions or is the film not sensitive to the different lighting? Geen idee. Hij zegt of het mogelijk is. Dat vind ik klinkt een beetje raar. Aan mij wordt gevraagd of het mogelijk is om dit te fotograferen. En even kijken. Ze zeggen hier dat je eigenlijk met licht moet spelen met deze. Hier staat Feng Shui Infused. Feng Shui is een ja, wat ik het gedeelte dat ik van Feng Shui weet, het is misschien wel veel meer, maar is een manier hoe je je huis inricht. Dat heeft te maken met straling en alles. Maar niet straling van radioactiviteit, maar energie die door je huis heen loopt. En daar moet je op je huis op een bepaalde manier inrichten. Geen spiegels die de dingen kunnen reflecteren en zo. Maar ik weet alleen niet wat dat met zo'n Tangle ding te maken heeft. We gaan hem gewoon openmaken. En wij gaan het licht erbij houden. We gaan de lichten uitdoen. We gaan blacklight erbij gebruiken. En we gaan kijken of dit wat is. Dit zijn dus eigenlijk ook fidget toys, zoals ze zo mooi zeggen. Alleen, nou, deze voelt trouwens wel lekker. Deze voelt al meteen een stuk beter dan deze. Deze was €6,10. Hij voelt fijn. Hij is, kijk, hij is ook echt een stuk groter. Kan je dat zien? Hij is een stuk groter. Dan gaan we dat ook nog even vergelijken. Deze twee zijn ongeveer nagenoeg, ik klink zo'n mooier woord, we zijn nagenoeg even groot. Deze is een stuk groter en dat is eigenlijk wel fijn. Nou, als ik hem dus hierbij hou, dan zie je dat hij in het licht een beetje weer kaatst. En het ziet er nog niet super bijzonder uit. Het groene ziet er wel oké uit. Ik denk dat dit glow in the dark zal zijn. Maar ik denk dat het tijd wordt om hem misschien eventjes zo... Nu kan je hem niet zien natuurlijk, maar ik hou hem even heel dicht bij een lamp. En dan zie je hier niks. Maar wat wij gaan doen, is de lichten uit. En dat zijn jullie nu wel gewend de laatste tijd.
Want dan doe ik steeds, kijk, gebeurt er iets? Nou, dat is het licht van buiten nog steeds. Nou, er zit wel een beetje iets. We gaan weer even deze lamp aandoen. En terwijl ik tegen jullie doorpraat, hou ik hem even bij het licht. Want het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als dit inderdaad iets speciaals liet zien. Dat maakt het natuurlijk wel wat bijzonderder om hiermee aan de slag te gaan. Doet hij iets na? Oké, het is wel... Is het echt glow in the dark? Zo kan je het niet heel goed zien, hè? Nee. In mijn hand zie je het niet echt. Oh, wacht even. Hier wel. Ik zit gewoon naar de verkeerde... Dit is wel bijzonder, want er zitten dus wel... Kijk, je ziet echt wel dat er onderdelen zijn die apart gekleurd zijn. Je ziet het niet onwijs goed. Maar het is er wel. Nou, ik ga even de camera uitzetten en ik ga hem even wat langer onder een lamp laten staan. En dan kijken we zo meteen nog een keer. Zo, ik heb hem even op een lamp gehangen. Ik kan niet aanraden om dat te doen. En dat kan je ook zien. Dit is veel lichter dan dat gedeelte, maar dit ziet er wel cool uit. En nu heb ik nog wat. Ik heb hier een speciale lamp. En ik hoop dat die werkt. Zo. Je ziet het. Dat is een blacklight. En dan ziet het er allemaal in één keer zo uit. Een blacklight is een speciaal soort UV-licht. En witte dingen reageren erop. Zie je? Daarom ziet dit er ook zo cool uit. En dan kunnen we dus zien dat dit in één keer oplicht. Dus het ziet er inderdaad speciaal uit. Hij ziet er zo wel cool uit. En oh, dit is wel cool. Dan kan je dat meteen zien van waarom een blacklight nou zo leuk is. Zie je? Dit ligt helemaal op. Dit is nog best een stevige lamp die ik hier heb. Maar ja, even kijken. Ik ga binnenkort een filmpje maken over blacklight. En dan ga je zien dat deze lamp dingen heel cool eruit laat zien. Het is gewoon even, kijk dan. Dit ziet er aan één keer allemaal heel... Het ligt allemaal anders op. Zie je dit? Heeft het niet. Dat heeft het wel. Maar dat is eigenlijk wel grappig. Want deze heeft op de plekjes waar die zeg maar kapot is, kan je ook wat oplicht dingen zien. En even kijken. Ja, we hebben hier nog de laatste. Die ene die ik het minst fijn vind. Ho, die trek ik nu ook uit elkaar. En je kan trouwens de rare zoom die je nu hoort, komt van de UV-lamp. Daar is ook dit snoer van wat zo in het beeld zit. Deze is dus wat... deze heeft gewoon al speciale eigenschappen dat het blacklight. Vind ik het blacklight onwijs cool? Nou ja, erg voor mezelf vind ik het leuk. Waarom? Ik heb zo'n blacklight lamp. Vind ik het voor jullie onwijs leuk? Nou ja, tenzij je zo'n lamp hebt, is het leuk. Ik ga hem even... je ziet hem iets verder af. Zie je het niet? Hij reageert wel een beetje anders in het licht. Maar zo ziet hij eruit. Deze zie je eigenlijk ook heel erg goed, de blacklight gedeeltes. Ik ga nu wel weer even het licht aanzetten. En dan gaat deze uit. En dan gaat deze aan. En deze aan. En dan zet ik even de camera uit, terwijl ik even van lichtinstelling verander. Zo, het licht is weer aan. We kunnen weer zien. Deze vind ik relaxed. Dit is die oude Tangle Toy met die stoffenlaag. Deze vind ik relaxter, want hij is lekker groot. En je kan hier net zo als deze heel goed mee bewegen. Deze vind ik a-relaxed. Ik vind hem niet prettig, maar dat is heel persoonlijk. Sommige mensen vinden de structuur hiervan wel heel fijn. Ik denk wel dat deze heel snel vies gaat worden als je zo eroverheen gaat. En dat hij misschien wat scheurtjes gaat vertonen hierin. Maar ik vind hem zelf, vind ik hem niet prettig. Hij is ook een stuk moeilijker uit elkaar te halen. En ik wil even weten... dat mixed en matched niet. Ik kan deze stopjes niet daarin doen. Maar deze stopjes kunnen wel hierin. Dus... gaat dat goed? Ja. Kijk, ik heb nu een super grote super tangle toy gemaakt. En deze is ook wat dikker dan dit. Maar misschien zou het toch eigenlijk wel moeten kunnen. Nee. Hij zit echt te los. Dus deze Tangle Toy is dus ook anders. Dus nog een verschilletje. Hij is klein, net zoals die eerste die ik had. Hij zit wat steviger. Jullie hoort het aan mijn stem. Hoe hard ik moet drukken. Ik krijg hem gewoon niet eens meer erin.
Ja, het is lastig. Misschien laat ik hem ook maar even zo. Het lukt er niet in om hem weer erin te doen. Ik heb hier zelfs nu een deuk in gemaakt. Kun je dat zien? Nee, je ziet daar een beetje een deuk in. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nou, oké. Okay. Deze Tangletoy, de DNA Tangletoy. Deze, de Relax DNA Therapy. Nou, hij ontspant voor mij niet. Het voordeel is, hij zit in zo'n buisje. En dat betekent dat als je deze vindt en je zou deze willen testen, dan kan je hem dus eerst even eruit halen. Kan je vragen of dat mag. Want ik vind hem zelf eigenlijk niet zo lekker. Deze twee, die hele grote, die vind ik wel cool. Ik heb er nu één Super Tangletoy van gemaakt. En die is net zo lang als dat. En even kijken, nou dat is dus deze. Dat is het DNA Glow DNA Tangletoy. Deze vind ik leuk. Die is ook wat groter, dus dat is leuk. Je kan ermee spelen. Je kan hier, ik weet niet wat je hier allemaal mee kan doen nu die zo groot is. Maar je kan hem in ieder geval helemaal twisten en tangelen. En misschien laat ik hem ook wel helemaal zo. Ik vind het eigenlijk wel iets leuks. Gewoon een mega tangletoy heb ik ervan gemaakt. En hier kan je dus wel goed mee rommelen, mee friemelen. En hier ben je en ermee, je kan hem gebruiken als speelding. Dus om gewoon echt te kijken wat er allemaal mee lukt. Maar je kan hem dus ook gewoon gebruiken om hem tijdens het concentreren. Ik ga trouwens binnenkort een video maken van mijn favoriete fidget speelgoed. En dan bedoel ik dus niet per se spinners. Dan bedoel ik echt de dingen die ik gebruik om mij mee te concentreren. Dus als ik ergens aan het denken ben of ik wil niet afgeleid worden, wat gebruik ik dan om te zorgen dat ik me kan focussen? Dat zijn inderdaad, dat is deze. Ik haal hem even los zodat ik hem kan laten zien. Kijk, deze Tangletoy, die gebruik ik. Ik gebruik wel ook zo'n spinner, die heb ik die ook de laatste tijd. Die cube die ik heb, die werkt toch wel goed. Dus die gebruik ik ook veel. Maar er zijn er nog twee andere, die heb ik hier nog niet laten zien. En die zijn al best wel oud. En eentje heb ik gewoon helemaal zelf gemaakt, die ik veel meer gebruik. Ik heb één echt favoriete fidget speelgoed. En dat is eigenlijk bouwspeelgoed van mijn zoontje. Maar die gebruik ik om mezelf te kunnen concentreren heel veel. Omdat daar gewoon iets in zit wat ik heel prettig vind. Maar ja, dat komt binnenkort, die video. En dat gaat er dus echt om het friemelspeelgoed en om de concentratie en niet om het spelen, om het maar zo te zeggen. Dus dan is het eigenlijk geen speelgoed meer, maar dan is het dus echt een concentratiehulpmiddel om mijn aandacht te kunnen focussen op een bepaald onderwerp. En nou, dit was de review van deze. Deze, de Tangle Glow DNA, die wint van mij. Die vind ik zelfs nog wat lekkerder voelen dan deze. Maar ja, deze over een tijdje, zoals je ziet, is ook zo. De kleuren en zo, nou, dat is leuk als je daarvan houdt. Het glow in the dark effect is grappig. Maar hij voelt vooral leuk. Ik vind het fijn dat hij heeft van die textuur erop zit. Dus vormpjes hier, dat soort dingen. Waardoor je dus anders voelt. En hij heeft gladde stukken. Dus als het in je handen zit, dan kan je hier gewoon prettig mee bezighouden. Je hoeft er niet naar te kijken. Het is bijna... Nee, dat is niet heel erg... Ik weet niet of het oneerbiedig is om te zeggen. Maar sommige mensen hebben een rozenkrans. En dat is, maar dat is niet alleen bij de katholieken. Dat is ook bij andere mensen. Dat is gewoon zeg maar een touw met daaraan houten kralen. Of balletjes. En die gebruik je om te mediteren. Of mijn katholieke geloof gebruik je het geloof ik om gebedjes te zeggen. Een aantal keer. Maar bij mediteren gebruik je het gewoon om te tellen en je ademhaling bij te houden en zo. Dus ze worden op verschillende manieren gebruikt. Maar het is een rozenkrans, noem je dat. Daar kan je dus ook zeg maar zo elke keer mee door je handen heen gaan. Om je af te leiden. En dat heeft deze ook een beetje. Dus dat is goed. Dat is prettig. Dat werkt. En het leuke is, als je dus meerdere van die kleine hebt, kan je ze combineren. Deze schrijven we af. Weet je, als ik hem ooit nog een keer dicht krijg, weet ik niet wat ik mee ga doen. Ik ga even aan mijn zoontjes geven. Kijken of die hem leuk vinden. En oké, hij is dicht. Zo, dat was nog even wat lastig. Deze laat mij te veel aan babyspeelgoed denken. Het idee, het gevoel, zoals die werkt. Nou, en dan de ene krijg ik niet dicht. En deze kant valt hij zomaar uit elkaar. Nee, deze doet het niet. Jammer. Het was leuk om te proberen. Deze, succes. Deze nog steeds een succes, maar
Wel met de kanttekening dat hij dus best wel veel slijtageplekken heeft bij mij. Is misschien bij jullie anders. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet daar op mij te abonneren, daar op mijn vrouw te abonneren, likes te geven. En hier zijn nog wat playlists. Doei!